12 studenten uit een groep van 32 hebben gisteren van de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Center, SHTTC, hun diploma in ontvangst genomen. Ze hebben succesvol de koksopleiding niveau 2 afgerond. De SHTTC is een instituut voor trainingen en opleidingen op het gebied van horeca en toerisme. Zij is op 1 februari 2013, na onderzoek en voorbereidingen, gestart met een koksopleiding niveau 2. Van de 32 studenten die in het schooljaar 2016 tot 2017 ingeschreven waren, zijn maar 12 geslaagd. Volgens Rabin Buddha, waarnemend directeur SHTTC, heeft een groot aantal studenten de opleiding vroegtijdig verlaten vanwege enkele openstaande vakken. Alhoewel zij de opleiding niet hebben afgerond, werken zij toch in de horecasector, zegt Buddha. Vanuit de hospitality- en toerismesector is er volgens Buddha een grote vraag naar koks. Wat nieuw is, en volgens mij weten de geslaagden dat ook niet eens, maar we zijn nu bezig met de voorbereidingen. Want steeds werd er gevraagd van, meneer Buddha, wanneer komt niveau 3? Elk jaar als we diploma's uitreiken, meneer Buddha, wanneer komt niveau 3? Nu kan ik uit volle borst zeggen, niveau 3 komt in januari 2019. Ja? Dus dat gaan wij samen met de Chef Koks Associatie doen. En we zijn bezig te onderhandelen met ROC van Amsterdam en de SVH uit Nederland. En het zit er dik in dat het een Nederlands diploma, een internationaal diploma kan worden. Maar we zijn nog niet eruit. We zijn bezig. In ieder geval januari 2019 hoop ik te starten met de koks niveau 3. U zag Rabin Buddha, waarnemend directeur SHTTC. Hij sprak gisteren bij de diploma-uitreiking van de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Center in haar opleidingscentrum.